De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor met name taal en rekenen. En ik zeg met nadruk, dat was goed en nodig. En het blijft belangrijk. De komende jaren hebben we daar ook nog echt wel wat stappen te zetten. En voor bestuurders is het naar mijn idee daarom essentieel dat ze aanspreekbaar zijn. Nieuwsgierig en geïnteresseerd. Dat ze ruimte laten voor discussie, debat faciliteren en entameren. Bijvoorbeeld door intervisie onder leraren te stimuleren. Reflecteren op waar je mee bezig bent als bestuur, als school, als team is daarbij denk ik essentieel. Want in het voortdurende besef dat de definitie van goed onderwijs niet statisch is. Die maken we met elkaar. En tegelijkertijd zou het volgens mij ook mooi zijn als je kinderen vaardig wil maken om de ruimte in te gaan. Als je ook bedenkt naar welke planeet ze misschien moeten. Dus een visie voor het onderwijs probeer te bedenken met elkaar. Van waar willen we eigenlijk naartoe? Ook al is dat heel erg lastig in deze tijd, want waar gaan we eigenlijk heen? Ik vind dat we dan nog een volgende stap moeten zetten. En dat is kinderen niet alleen leren te onderzoeken. Maar dat we ook de stap moeten zetten naar... Kan het anders? Kan het beter? Kan ik een vraag stellen aan een kind waardoor een kind op nieuwe ideeën kan komen? Want ik denk dat onze maatschappij met de problemen waar we mee te kampen hebben... behoefte hebben aan mensen op alle niveaus die uitvinder kunnen zijn. Ik moest ineens denken aan het gesprek wat ik afgelopen maandag had met de accountant. Onze jaarrekening is gecontroleerd, goedgekeurd. En ik kreeg een compliment... van de accountant, dat ik aan alle regels had voldaan. En toen zei ik tegen hem, is dat nou een compliment? Want waarschijnlijk hadden deze astronauten van Houston te horen gekregen dat ze niet onderweg in die capsule mochten stappen. En toch hebben ze het gedaan en ze zijn beneden gekomen. Dus eigenlijk vind ik het de kunst van schoolbesturen niet om te doen wat er allemaal wordt voorgeschreven, maar om de ruimte te benutten om ook je eigen oplossingen te kiezen. En ik was heel blij met uw laatste oproep van neem die ruimte. Dus ik ben heel erg gestimuleerd om dat te gaan doen. Jawel, juist helemaal. Ik ben echt heel blij dat u dat zegt, want dat is precies wel mijn bedoeling. Kijk, ik kan niet pleiten als minister om over de wet te stappen. Maar ik zeg altijd, ik doe echt vaak de oproep, benut de vrijheid die er is. En voor mijn part zoek de grenzen van de wet op. En we hebben al die verschillende perspectieven en talenten dus ook nodig. En daarom is het prima als scholen een visie ontwikkelen op hoe zij leerlingen willen aanspreken. Maar het mag nooit zo zijn dat scholen zo selectief worden... dat er een situatie kan ontstaan waarbij de vraag leidend wordt... wat het kind voor de school kan doen. In plaats van de vraag wat de school voor het kind kan doen. Onderwijs moet altijd gaan over wat de school voor het kind kan doen.